nu aan het begin van de nacht. Hè? Het is nu rond klok van 9. En je gaat nu slapen. En ik zal het maar meteen zeggen. Ik heb de band goed bekeken. En ik ben er niet achter gekomen wat nou precies het moment is dat jij in slaap valt. Kijk, want hier heb je je ogen dicht. Je bent hier nog een beetje onrustig. Maar die ogen blijven dicht. Dat verandert niet zoveel. Je draait een keer om. Maar ik heb dus het moment niet kunnen ontdekken. Ja, maar dan heb ik het antwoord op mijn vraag niet. Nee, je hebt het antwoord op de vraag nog niet. Maar je bent niet voor één gat te vangen, hè? Nee, de band nemen we nu mee. En nu gewoon fase 2 in. We gaan naar Gerard Kerkhoff. Dat is een professor. En een professor in de, moet ik het goed zeggen, psychofysiologie. Dat is een soort slaapprofessor. Band nemen we mee. Knuffel nemen we mee. En dan weet ik zeker, dan komen we eruit. Heet dat echt de slaaplaboratorium? Het is echt de slaap. Ja, geloof je? Denk je dat ik het bedenk? Hier. Het slaaplaboratorium. Hier ligt iedereen te pitten, wordt allemaal onderzocht. Okay. Hier zit Gerard. Ja. Goeiedag. Ah, dag Jochem. Dag. Hi. Niels. Hallo. Hi. Nou Niels, dit is hem dus. De slaapprofessor waar ik het net over had. Ik heb het net al een beetje verteld wat hij precies doet. Uh-huh. Nou, dit is Niels. En ja, we hebben toch je hulp nodig. Want ik heb dus... maar wacht even, misschien kan je beter meteen even je vraag stellen. Ja. Nou, wat is slapen en hoe val ik in slaap? Nou, moet je weten, Gerard, ik heb vannacht dus opnames gemaakt. In de hoop dat ik het wegtrekmoment van Niels zou kunnen ontdekken. Ik kom er niet achter, ik kan het niet zien. Nou ja, goed, jij bent de slaapprofessor, dus jij moet dat wel kunnen zien. Jullie hebben enorm je best gedaan. Maar ik denk toch dat ik met deze band, dat ik daar niet eigenlijk aan kan zien wat er gebeurt. Want in slaap vallen is niet iets wat van het ene op het andere moment gebeurt. Het gebeurt juist heel geleidelijk. Het kost enige tijd om in slaap te komen. Nou, en willen we nou echt weten wat er gebeurt, dan moeten we meten. Nou, dit zijn ze dan. Dit zijn de hersenen. Ja, nou daar was ik er bang voor. Maar wat hebben de grijze cellen onder mijn dak nou te maken met slaap? Alles. Ja? Je hersenen regelen dat je slaap krijgt. Die regelen je slapen en die regelen je waken. Maar vooral belangrijk is je hersenstam. En die hersenstam die regelt dat de ademhaling, de hartslag, dat die langzamer gaat lopen als we gaan inslapen. Ook dat onze spieren verslappen. Maar wanneer weten de hersenen nou dat je moet gaan slapen? Dat wordt geregeld door de biologische klok. Wij hebben een soort ingebouwde wekker en die bevindt zich net even voor de hersenstam, hier ongeveer. En vanuit die biologische klok, daar lopen zenuwdraadjes richting hersenstam. En via die zenuwverbindingen geeft die klok seintjes af aan die hersenstam, waardoor die weet hoe laat het is en dat het slaapproces in gang gezet moet worden. Ik geloof dat ik ook seintjes krijg van mijn biologische klok. Maar het klinkt allemaal heel logisch, Gerard. Maar kan je dat ook zien? Want je had het er net over, je kunt het ook meten. Ja, het beste is, best is om het te meten. Maar dan stel ik voor dat jij een dutje gaat doen. En dat wij bij jou meten. Nou, dan mag je mijn knuffel alleen. Oh. Nou, dan gaat het helemaal lukken, hè? Hoe komen we er nog bij? Ja, er komt er Ik vind het ook bij. Ik vind het ook niet erg, hoor. Nee? Ik vind het op zich wel een prettige ontwikkeling. Dat ik ook nog maar even gewoon lekker kan slapen, hè? Het is toch makkelijke opname voor me. Ja, hij heeft er wat minder praatjes, hè? Volgens mij begint hij al een beetje slaap te krijgen. Gerard, waar zijn die dingen daarvoor? Nou, wat Hans Duindam, onze technicus, aan het opplakken is, dat zijn elektroden. Ja. En je ziet, het wordt er steeds meer. Maar laten we bovenop beginnen. Die zijn voor de elektrische hersenactiviteit. Deze rond de ogen voor de oogbewegingen, zowel links als rechts. En wat er nu op komt, dat zijn elektroden die spieractiviteit van de kinspieren meten. Wat we hiermee nou kunnen zien, zo dadelijk, is juist de overgang van waken naar slapen. En dan zien we dus hoe Jochem heel geleidelijk aan in slaap valt. We hebben een camera hangen hier en kunnen een opname maken, zoals ook bij jou thuis gemaakt is. Ja. Met dat verschil dat Jochem hier elektroden op zijn hoofd geplakt heeft gekregen. Met al die draadjes eraan, kun je goed zien, hè? Ja. Nou, laten we eens kijken wat dat oplevert. Okay. Dan moeten we naar dit scherm kijken. Ja, wat zijn dat? Ja, dat zijn de signalen die van die elektroden afkomen. Die worden in de computer gestopt en opgeslagen. De eerste twee signalen die geven de elektrische hersenactiviteit weer.
die twee blauwe streepjes hieronder de oogbewegingen, de oogknippen, zoals je hier ook ziet. En je kunt ook goed zien dat hij wakker is aan die wat dikkere onderste lijn en die geeft elektrische spieractiviteit weer. En je ziet ook hier, kijk, hier is nog duidelijk wakker. Hij knippert met zijn ogen, ja. Kijkt misschien ook een beetje rond. En als we nou wachten, dan kunnen we hem heel langzaam, heel geleidelijk, kunnen we hem in slaap zien vallen. Zo, Niels. Voor het lange wachten, hè? Ja, dat duurt nog wel even, zeg. Ja, hè? Ja, ik had je gezegd dat het niet van het ene op het andere moment gebeurde. Nou, wat we wel zien is nu dat het al duidelijk anders is dan zojuist. Hè. Het beeld is veel en veel rustiger geworden. Die onrustige uitslagen, die zijn er niet meer. Maar vooral die spierverslapping. Het slapper worden van je spieren zie je aan het heel rustig worden van dit onderste streepje van je spieractiviteit. Gaat het nu ook dromen? Oh, dat kan ik je mooi aan een tekening laten zien, die bijvoorbeeld hier staat. En die geeft dat heel netjes aan. Nadat je een tijdje wakker gelegen hebt, val je in slaap, in een heel licht slapen, in een lichte slaapfase. En daar is Jochem eigenlijk op dit moment. En dan geleidelijk aan daalt hij het trapje af. Dan komt hij in een periode diepe slaap. Nou, daar is hij nog lang niet aan toe. Dat duurt nog wel even. En daarna klimt hij het trapje weer op. Dat kan ik nou voorspellen. En dan komt hij in een periode droomslaap, oftewel remslaap. Nou, Gerard, die Jochem die beweegt ook veel. Ja, ik zie het hier op het scherm ook. Volgens mij is hij aan slaapwandelen. Althans, begint hij daarmee. Daar lijkt het wel op. Slaapwandelen? Ja, kijk, dat heb je in alle soorten en maten. Van wat je nu ziet, hè, bewegen van je benen, een beetje overeind komen. Dat is een hele lichte vorm van slaapwandelen. Tot en met het rondlopen. Is het dan niet gevaarlijk? Nou, het kan best gevaarlijk zijn. Omdat je natuurlijk heel automatisch beweegt en je nauwelijks bewust bent van je omgeving. Kun je van de trap afvallen of kun je het raam uitstappen bijvoorbeeld. Dus het is verstandig om je ouders te vragen om die deuren en ramen maar te sluiten. Heb je lekker geslapen? Nee. Nou, ik moet zeggen, ik heb heerlijk geslapen, ja. Oh, van mij mogen er vaker van dit soort vragen komen, hoor. Oh. Gerard, nou heb ik nog één laatste vraag. En dat is, ja, ik moet altijd om 8:30 naar bed. Maar dan ben ik eigenlijk nooit zo heel erg moe. Dat is een goeie voor jou. Jij wil meteen even regelen dat je voortaan om 9:00 naar bed mag. Ja, ja. Hoe zit dat? Ken je bijvoorbeeld het verschil tussen ochtendmensen en avondmensen? Avondmensen gaan duidelijk later naar bed, krijgen ook duidelijk later slaap dan ochtendmensen. En dat is bij kinderen ook al een beetje het geval. Dus dat betekent dat je niet per se op 10-jarige leeftijd om 8:30 naar bed moet. Dat kan wellicht best een half uurtje later, wanneer je bijvoorbeeld normaal gesproken altijd een half uur wakker ligt. Dat zou je eens moeten proberen. Mocht je nou nog ruzie krijgen met je ouders, hè, dan verwijs maar door. Je weet nou waar ik zit. Ja. Leiden, Nick Kerkhoff. Ja. Oké, dus eerst verslapten mijn spieren. Toen viel ik in diepe slaap. Toen ging ik ook nog eens geen slaap wandelen. Maar hoe zag dat eruit dan? Ik bedoel, waren mijn ogen open? Waren ze dicht? Hoe ging dat, Niels? Niels? Biologische klokje. Helemaal verslapen.